Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karien en ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan je doen door hieronder op de abonneerknop te drukken. En ik begin vandaag pas 's middags, het is vrijdagmiddag. En Niels ligt net op bed. We zijn even bij mijn beste vriendinnetje geweest. We hebben even geluncht. En nu ben ik gebroken. Het huis is een rotzooi, want waarschijnlijk komt de aannemer volgende week al om de babykamer te maken. Of eigenlijk de kamer van Niels in twee te splitsen. En dat betekent dat we zijn kamer en de nepkamer daarnaast, zeg maar, dat we die moeten opruimen, leeghalen, dat soort dingen. Het is nog niet 100% zeker of die komt, maar dat maakt dus dat je nu een beetje in de rotzooi zit. Want we zijn dus nu deels aan het opruimen. Ik ben een beetje gaar. Oh wacht, volgens mij is de spiegel gevallen op het moment. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Mocht je me trouwens niet kennen, dan weet je misschien nog niet dat ik zwanger ben. Le bebe. ik ben nu 24 weken zwanger. 24 volgens mij. En ik heb super veel pijn aan mijn billen. Daar komt het op neer. De bilspieren. Dus ik ga straks weer naar de fysio. En het was vorige week echt heel erg. En toen heeft ze me gelukkig maandagochtend meteen kunnen behandelen. En toen zei ze ook, oké, je moet echt niet meer tillen, niet meer bukken. Nou, dat is natuurlijk praktisch onmogelijk. Maar ik probeer het dus echt drastisch te verminderen. Wat heel lastig is met een kindje. Maar goed. En dat is ook lastig als je dus moet gaan verbouwen. Dus dat wordt nog wat. Maar, mijn moeder komt straks. En ga ik weer een beetje opruimen. Zonder te veel te bukken en te tillen natuurlijk. Vanavond gaan Sven en ik uit eten. En de rest van het weekend staat dus in het teken van die kamer leeghalen. Ik heb niet meer zoveel gefilmd. Ik heb in Niels' slaap heb ik lekker Temptation gekeken. Want gisteren had ik ouderavond, dus kon ik het niet zien. En daarna kwam mijn moeder, want ik moest naar de fysio. Dus ik ben weer een beetje, de heupen zijn weer losgemaakt en de billen en alles. Heel pijnlijk, maar we uiteindelijk voor goed doen. En nu ga ik me even optutten, want ik ga zo lekker met Sven uit eten. Mijn ouders passen op Niels. En ik ben alweer flink opgeschoten met opruimen. Of tenminste flink. Laten we het niet overdrijven. Maar mama heeft ook weer geholpen met alle kleding. Het moet echt, nou, alles moet gewoon aan de kant. Dus natuurlijk in zijn kamer. Dus ik kan hem dan maar doen. Maar hij komt dus nu dinsdag al. Dus dat is echt wel even. Het zou eerst donderdag komen, met misschien woensdag. En nu is het dus dinsdag al, denk ik, wat gebeurt? Wat zou er gebeuren? Oh, wel super fijn dat hij al komt. En Sven en ik gaan eten bij Fabiano. En voor degene die mij al langer volgt, die heeft misschien gezien de laatste keer dat wij bij Fabiano aten. Dat was in Den Haag. En dat was het moment dat ik de zwangerschapstest deed. Hoe bizar is dat? En dat we zeg maar een half uur. Ik had al de hele tijd het gevoel, als je benieuwd bent naar het hele verhaal, daar heb ik een filmpje over gemaakt. In mijn eerste, denk ik mijn eerste keer dat ik vertelde dat ik zwanger was aan jullie. Dus het heet al groot nieuws, dan weet je dat. Volgens mij is het op mijn kanaal treden nu. Maar toen zaten we dus in Fabiano. Kort verhaal, lang verhaal, kort. Heb ik dus daar uiteindelijk een zwangerschapstest gedaan op de wc. En toen kwam ik terug, toen liet ik zeg maar Sven de binnenkant van mijn tasje zien waar je dus zag, zwanger. Oh my god, oh my god, oh my god. Zo zeg maar ongeveer een half uur heb ik zo gezeten, oh my god, oh my god, oh my god. Dus ja, en nu gaan we ook naar Fabiano, maar dan in Utrecht, want er is er nu eentje in Utrecht. En dat is natuurlijk super leuk. Dus dan gaan we gewoon even gezellig eten. We wilden eigenlijk daarna nog naar de film, maar Sven die kon niet zo vroeg zijn en mijn ouders gaan morgen op vakantie, of eigenlijk de nacht van zaterdag op zondag, dus die wilde wel gewoon een beetje goed slapen. Ik weet het niet.
Dus ik zei, nou, dan gaan we niet daarna nog naar de film, want dan wordt het zo laat. Dan gaan we gewoon thuis een filmpje kijken. Oh, prima. Niels is echt super lief aan het spelen. Ik moet voorbeelden verzamelen voor How to Talk to Kids, zeg maar, hoe ik dan, nou ja, het geleerde in praktijk breng. Maar hij is echt heel schattig de hele tijd, dus ik heb nog niet heel veel voorbeelden, moet ik eerlijk bekennen. En als ik ze al heb, dan vergeet ik ze waarschijnlijk. Dus ik moet dat even in de gaten houden. Ik heb trouwens vandaag dit paletje op. Het NYX Warm Neutrals palet die ik in Antwerpen kocht. Dus die ga ik zo nog een beetje, ga ik iets heftiger oogschaduw doen. Dan ben ik nou zo'n rare schaduw vandaag. Ha, laat het. Weer een beetje glow. MAC Soft and Gentle. Dan een beetje fixing spray. Ik heb nu deze van Ethos, maar hij ruikt vrij sterk. En de nevel is echt maar super subtiel. Maar het ruikt een beetje naar oma. Het is niet helemaal waar je voor wil gaan. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat wel weer vervliegt. Daar gaan we heen. Fabiana was wel niet scherp, maar daar in de gevalhoek. Het is heel koud. Daar zit het. Het is echt mega druk. Maar we hebben een plekje. Het is wel heel mooi geworden. En Sven. We hebben salade, nul bier, gunnig wijn. En dit soort dingen waarvan ik de helft niet mag, maar wel lekker. En pizza. Eet smakelijk. Kijk. Ik vroeg of de Death by Chocolate, dat is mijn favoriete dessert, of ze die, die oké was voor zwangeren. En ze hebben dus gewoon helemaal een babyopkomst gerecht geschikt zijn voor zwangere vrouwenkaart. Nou, is dat nou niet leuk? Degene die ik had staat er niet bij, maar ik hoop dat dat goed is gegaan. Maar ja, de Death by Chocolate mag ik hebben. We zijn druk aan het opruimen. Ik kom een foto tegen van ons allereerste wintersport samen. Het is één grote chaos hier, maar we komen wel. Het was echt, ik zal even laten zien hoe ver we al zijn. Kijk, dit is al helemaal leeg. Dus we gaan lekker. Er zijn al twee kasten weg. Nou, we hebben het verlengde van onze keuken nu. Ze zijn dus bijna even hoog, of ze zijn net iets hoger. Maar goed. Dan kunnen we hier weer allemaal zooi in doen. Jammer dat er geen deuren voor zitten, maar goed. Ja, Mietens, wat gebeurt er allemaal, hè? Nou, we zijn al heel eind op de reef. Wat even laten zien. Dit moet allemaal weg. Ja, niet stofzuigen natuurlijk. En we hebben maar even dit neergezet voor het gevoel van dat Niels nog dezelfde kamer heeft. Niet helemaal natuurlijk, maar de kasten zijn hier helemaal weg. Dat is nog een trouwjurk, die moet nog even boven de andere kast. Deze kleding gaan we weggeven via zo'n ding. En dan hebben we hier twee hele mooie nieuwe kasten. Dus nu ga ik alles weer inruimen. We gaan even eten. Ik heb de tafel echt super charmant gedekt. Nu ben ik bezig met alle winterjassen. Kijk, ik pas natuurlijk geen enkele winterjas. Het is moment in my life. Met de buik. Dus en ik heb best wel ook gezegd, nou, kies maar welke in de komende weken nog nodig hebt. En de rest gaat gewoon allemaal in zo'n vacuümzak. Maar het is bij winterjas al wel een beetje een uitdaging. Dus dat ben ik nu aan het doen. En die jassen die we nog regelmatig aan hebben, die hangen nu hier. Dit moet ik nog even netten, hè. Dus ja, zo komen we er wel. Het is in ieder geval in één dag klaar, dat is wel heel fijn. Vanavond mag een vriendinnetje eten, dus dat is heel gezellig. Sven gaat naar een concert vanavond. Dus dat is een mooie deadline. Je verzamelt een hoop sowieso in het leven. Dat is één ding wat zeker is. We gaan even naar buiten. Het grote gedeelte is gedaan, we moeten nu even weer spullen wegbrengen. En het is heel koud, dus muts op. Nou, het werk is klaar voor vandaag. Ja. En nog deze. Tadaa.
een nieuw kamertje gezien. En de boodschappen zijn net bezorgd. Het vriendinnetje komt eten, dus we zijn dus aan het kokkerellen. Het vriendinnetje was hier helemaal super gezellig. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. Ik ben nu echt heel moe, het is 11 uur. Ik ben niks meer gewend. Nee, het was natuurlijk een super vermoeiende dag voor mij, lichamelijk. Ja. We hebben gewoon heerlijk zitten kletsen en dat was heel fijn. En nu ga ik lekker slapen. Sven is bij een concert, die zei dat het fantastisch was. Dus die zal straks wel thuis komen. Ik ga gewoon lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Dit is het heel schattig van spelen. Ik heb het foute uur opstaan. Tony Braxton, oh let even. Nee, dat mag die niet hoor. Nee, ze ziet ook wat op mijn knie. Ik heb er echt heel slecht geslapen. Maar goed. Ik ga wel weer vroeg naar bed vandaag. En we gaan straks even naar de bibliotheek, want de boeken verlopen bijna. Normaal gaat hij vaak met mijn vader, alleen nou ja, die zijn op vakantie. Dus we gaan straks even naar de bibliotheek. Windkracht 30 en het vriest dat het de mussen vallen van het dak van de kou. Dus niet even uitspraken. Mussen vallen van het dak van het mooi. Dus nee, anyhow. En de laatste dingetjes doen en dan is het klaar en de rest van de dag gaan we relaxen. Maar nu ben ik even vooruit aan het werk voor de vakantie, want dat moet ook gebeuren. Wij zitten even te lunchen en we gaan zo meteen even naar de bibliotheek. En het is heel koud buiten. En nu is het heel leuk kopje meegenomen uit school. Ja, Tosti komt straks. Zo'n mooi popje, Niels. Het raakt er een keer nek om. En ik, Niels en ik hebben een tosti. Ik heb er nog frietjes bij. En zo even 12 uur. Zo, wij zijn net terug van lunchen. Als je denkt, dat hoor ik, dus de waterkoker die aanstaat. Nu ga ik even filmen, want ik heb een bestelling binnen van ASOS. En ik wil eventjes mijn 24 weken zwangerschapsupdate gaan opnemen. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik lang uit op de bank. Even niks. Ik zit alweer in mijn chillpak en het is mooi, want ik zei net in de update van hoe het met mij is met 40 weken zwanger, zei ik ja, en dan laat ik jullie wel eventjes in de vlog zien hoe de items aanstaan. Ben ik een beetje vergeten. En ik heb geen kracht om weer om te kleden, maar er zat nog niet zo heel veel bij. Alleen deze vind ik wel leuk. Die is van Boohoo. Is niet een zwangerschapsshirt, maar kan nu prima. Die kan inderdaad ook nog. En een zwangerschapsjurkje. En dat is deze. Gewoon een zwart jurkje met kortere mouwen. En deze twee horloges. Omdat ik tegenwoordig vooral heel veel horloges draag met een ring. En dat is het een beetje qua sieraden. Dus dat. De rest gaat terug. En nu ga ik even relaxen. Paaseitjes met disco dipcreme. Dat is echt briljant bedacht. Ik weet niet of het lekker is, maar het is wel leuk bedacht. Nou, de heren zijn nog even naar de supermarkt. En het huis is een soort van aan kant. Voor zover dat mogelijk is. In deze situatie. Maar ja. We zijn klaar voor de aannemer. Dat was de belangrijkste taak van dit weekend. Ik ben echt super moe. Maar ik ben heel blij dat het klaar is. En nu ga ik even wat ruimte maken in mijn kast. Alvast voor de vakantie. Want tussen de aannemer door moet ik ook een beetje gaan inpakken. En omdat ik ja, niet zoveel op één dag kan doen. Omdat ik dat zeg maar lichamelijk niet trek. Dacht ik als ik gewoon een beetje rustig begin met al dingen neerleggen. Dan scheelt dat me denk ik straks heel veel. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En wat ik dan eigenlijk vaak doe is gewoon in de kledingkast plek maken. Dan maak ik hier zeg maar, maak ik vrij om spullen neer te leggen. Maar ik dacht, nu heb ik ook dit kastje. Dus als ik het nou hierin ga leggen, scheelt me weer. Oh, dan moet ik nog wel even schoonmaken, zie ik. Dit kan wel dat snoepje als het dus naar bed is. Mittens.
Nou, lekker bed opgemaakt. Ik denk dat ik er zo ook gewoon lekker in ga even. Ja. Ik ga even wat voor de site afmaken. En dan ga ik gewoon in bed liggen en nog een beetje tv kijken. Sven die moet weer wielrennen, dus die gaat weer in de badkamer zitten. Ja, ik denk dat ik de vlog ook maar gewoon lekker ga afsluiten, want er komt niet heel veel zinnigs uit. Maar ik ben gewoon echt een beetje te moe vandaag. Het was mijn hele saaie vlog. Ik hoop toch dat jullie het weer leuk vonden te zien en ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!